Der Octend Erna. Anyway, die ex die stijl, boy zon, boy chana, boy zon. Ik kon echt mijn spuigaat uit gewoon. Was dat niet in jouw straatje, hoeft ook echt niet hoor. Ik ben geen voorbeeld daarin. Maar ik blijf wel mezelf. Past dat niet in jouw straatje? Dan kijk je even niet. Maar dit weekend heb ik dit even nodig. En ik heb helemaal niks te schaften met jullie. En jullie hebben helemaal niks te schaften met mij. Zullen we niet lekker even aan het op, weet je? Helemaal niemand wat te maken, man. Ik heb dit even nodig. Het is echt heerlijk. Waar een ander denkt van, oh, wat doet zij nou weer, jeetje meneetje, en helemaal in paniek raakt. Nou, dat is jouw probleem, is niet mijn probleem. Daar, zoek het lekker uit. Mensen die hele berekening, dan gaan zeker liters naar binnen, ja, ja. Ik zal het vooral niet nadoen. Daar kom ik ook niet live voor, van, hey, doe me na, weet. Nee, doe me niet na. Nee, dat hoef je mij niet na te doen. Nee, daar ben ik echt gewoon een slecht voorbeeld in. Absoluut, ja. Volgens mij is mijn reet helemaal blauw. Ik ga er zo meteen even naar kijken. Fucking hell. Ik zweer je. Omdat ik ben gevallen. Ja, wacht maar. Ik weet even. Ik ben hier gevallen in de woonkamer. I can't have that option. Ja, omdat het me dan irriteert. Jullie kennen me allemaal. Godverdomme met rust, als ik dat zou willen, dan frit ik jullie allemaal op. Laat mij godverdomme met rust. Ik heb het over de fucking realiteit. Als ik zou willen, dan frit ik jullie allemaal stuk voor stuk op. Maar ik wil dat niet. Voor de mensen die nieuw zijn, gaat heel goed met mijn hondje. Jouw kontje stinkt en je pony stinkt. So I ended today.
Busy ass. I'm very busy, yes. Renoveren. Kijk, zo kan ik een kankerbed renoveren. Je wordt helemaal gerenoveerd. Ja, dat kankersmoel wordt gerenoveerd. Hire, contact. Hoe ga ik die nog?